Wie keept er dit keer? Michiel! Ik verwacht veel van Michiel. Kom op. Mijn eerste keer een doel. Dit was toch een van de hoogtepunten in het afgelopen 5 tot 6 jaar van mij. Ook deze bro is echt pro en speelt een wedstrijd vol hoogtepunten, skills en tricks. Doe even een duimpje omhoog voor Creators C. Gestreden. Gehuild. Gelachen. Om eigen bloopers en die van de tegenstander. Like eventjes en abonneer even op Creators FC. Dat is leuk. Leuke video's. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Dear Brownie. Na Feyenoord, Ajax en PSV is Creators FC het grootste clubaccount van Nederland. Dat is echt waar. Op TikTok volgt VV Vianen. Vianen dat in een competitie speelt waarin JSV, dit JSV, de koploper is. En dat is pikant, want bij JSV worden de thuiswedstrijden gespeeld van Creators FC. Ook pikant, de heenwedstrijd tussen Vianen en Creators in Vianen eindigt in 16-1 voor de Creators. En ook dit, de revanchewedstrijd, wordt er eentje hoor. Alleen staat jullie cameraman bij de verkeerde club. Maakt niet uit. Ook de return is bij... Vianen, pittoresk stukje land. Wel veel Creators fans daar. Vianen. Michiel krijgt een uniek shirt. Ja, wat is je geboortejaar? 94. Niet. Nee, 96. Ja! Oh. Misschien waren de letters op of zo. Spelfout erop. Oké. Voilà. Als iemand die achternaam heeft, ik kom het echt persoonlijk brengen. Ja. Daar rechts staat hij, Michiel van Celine. Hij heeft het al in België een paar keer gedaan en is echt nog een goede keeper. In het midden, in het zwart, een goede danser. Niek Rozen. Zij staat aan de verkeerde kant, maar ze zijn natuurlijk ook niet zoveel gewend daar. Hey, de camera staat aan, hij filmt het allemaal. Dit is Creators FC. Met van links naar rechts Roy, Glenn, Kriekel, Ricky, Sebas, Jor, debutant en broertje van Defano, Appie, de DJ van Busy, Alessio, Niek, come on. We hebben een onderduiker, iemand die onder de radar wil blijven, dat is Vincent. Akamis staat daar ook lekker op te letten. We hebben Kapper Reboir, Sran, Kaliao, Busy en Arsenio. Of we winnen of verliezen, we doen ons best en voor het goede doel. En hey, daar is DJ Joy Liana van het Creators FC Ladies Team. Hoi, ook zij filmt vandaag en let op rechts van de teamfoto. De laatkomer van vandaag is Nick. En dit is de slow motion van zijn fotobom. Bij de tegenstander is het gelijk al ruzie. Er wordt een sneaky elleboogstootje uitgedeeld. En Roy... Blijf staan. Ja. Heeft als tactiek dat hij gewoon blijft staan graag. Beetje een knollenveld, maar ja. Wij zijn het gewend, wij spelen hier al het hele seizoen op. Beetje boeren, zeggen we dan. For the green fields of football, with the ball and the foot. Zegt poëet en danssensatie Busy, die binnenkort met zijn nieuwe track Para komt. Stream gewoon alles voor mij. Maar waar is de scheids bij de aftrap? Oh daar, wat doet de scheids daar je? En dan is een geweldig duel begonnen en sprint Roy terug naar zijn nieuwe plek, linksback. Lijkt me een beetje gek. Hij heeft geen grote bek, of is hij dat wel? Roy zegt dus dat hij links achter staat. Nu neemt Roy de aftrap. Ja. Het is echt gras, jongens. Hou rekening mee dat het echt gras is. Goed om te weten, Defano zit er na een minuut doorheen. Kapot, man. Kapot, hij is kapot. Oké, mensen die te kijken, ze hebben allemaal mensen van brede roders. Aha. Dus kan zijn dat ze nu in één keer veel beter spelen. Allemaal eerste spelers. Tja. Allemaal eerste spelers, hou lekker op, joh. We staan met 4 man achter die nog nooit gevoetbald hebben. Dat was niet de afspraak. Die spelen de tweede helft. Alessio wordt zo gepakt gelijk. The city of love. En kun jij, net als Alessio, zo opstaan? Dan het eerste balcontact voor keeper Michiel met zijn voet. Maar het mag ook met je handen. Ja, dat is even wennen. Kijk. Goed bezig, keeper. Absoluut. De eerste balcontact van aanvoerder Roy van Rossum. Die kijkt, die paast op de stropdas van de tegenstander. Hoe doet Roy het als linksback zonder bal? Nou, nog niet veel beter. Yo, even terugkijken. Hij wordt helemaal para gespeeld, die Roy. Oeh, die was pijnlijk. Ja, die was echt pijnlijk, ja. Maar Roy heeft wel prachtige patas aan. Dit VV Vianen heeft zelfs ex-profs opgesteld, jonger dan Glenn Helder. En hatseflats, daar is de 1-0 binnen de 5 minuten. Michiel weet dus net als Noah de 0 niet te houden. Dat weten we nu al. Komt hij hier wat aan doen? Johan van Breemaker. 2 minuten bezig, want daar kan ik niks aan doen. What up, Creators FC.
Ja, wat is er aan de hand, Creators FC? Misschien was het spel de VAR. Maar nee, hij telt. Michiel telt bijna 2 meter trouwens. Een minuut later, balverlies, geen scherp begin. En de man die Roy moet dekken is deze Roy, echt waar. Roy Oosterlaken. 2 kansen, 2 goals, maar die was ook perfect in de hoek. Kon Michiel weer weinig aan doen. Wel een vuurdoop dit voor hem zeg. 2 goals binnen 5 minuten tegen. Michiel, je moet het duiken! Ja, want dit kon ik toch niet pakken. Roy en zijn team hebben jullie hulp nodig. Dus like en subscribe, abonneer, duimpje omhoog, raketjes in de lucht, vrouwtje op de schoot, whatever you want, let's get it. Ja, tuurlijk had Noah die gehad. Het hele team begint een beetje matig. We raken geen ballen. Dus ja, ik wacht altijd tot wij zijn kans krijgen eigenlijk. Nou, daar komt hij. Met Sebas en Niek en poging op doel nu. 1. Daar jullie cameraman en editor. Het is echt. Dit is geen YouTube. Dit is kunst, lieve mensen. Dit is echt. En dit echt de schaduw van jullie commentator. Hey, maar luister dan. Wil je nou dat de commentator jouw woord gaat gebruiken? Laat hem dan even achter hier in de comments. Woord van het eerste kwartier. Linksback. Daar heeft Roy het nog steeds een beetje moeilijk. 3-0. Nee. Fantastische redding van Michiel. En duidelijk is dat Vianen revanche wil voor die 16-1. En ook duidelijk is dat Roy voorin mooie momenten heeft gekend. In het verleden. Nee. Maar achterin? Nee, Roy, niet doen, hè? Nooit meer doen. Michiel, net op een kruising! Uitstekende tip. Alle hoge en halfhoge ballen zijn voor die lange Belg. Die zich dan ineens niet kan inhouden en weer mee wil gaan voetballen. Een dieptebal en die wordt onderschept. Dan moet hij dus heel snel terug. Vianen weer, met dus in de tweede helft dat wereldberoemde TikTok-team en nu voorin snelle jongens. Michiel gaat daar even rechtsback spelen en zijn dreiging alleen is voldoende. Michiel, als we naar de weg gaan, naar ons moet ik graag iets doen. Eigen doelpunt is kratje bier. Er wordt geprobeerd om beide keepers om te kopen en Ricky heeft het ook moeilijk achterin, dus... Ja, deze keer ben ik wel ready voor mijn debuut, ja. Deze keer wel. Vorig keer niet, nog, maar nu wel. Zegt de bekendste kapper van Nederland, Reboir. Benieuwd naar zijn scharen, Ricky weer in duel. En dit doet hij fantastisch. Komen de creators zomaar terug. Knap en niks, gewoon kijken. Tot het einde. Want langzaam draait de wedstrijd om met Glenn en Vincent. Vincent Visser en... Oh! Wat is er gebeurd? Heet zijn nieuwe trek. Hij schoot op de paal. Kijk maar en hoor maar. Glenn, ex-Arsenal, deelt complimenten uit. Dat voelde beter dan een doelpunt, hoor. Vianen weer. Dat dus voor een knollenveld koos, omdat ze vorige keer op het kunstgras werden weggespeeld. En Michiel, wat een redding weer zeg. Een plaatje in het doel is die Michiel. Lekker nopper, Michiel een legend! Hier. Keiharde klap op mijn enkel, jongens. Dat is niet best. Niet best voor Roy, dat hij zwaar geblesseerd moet uitvallen. Niek op Sebas, die is weg buiten spel. Maar was dat eigenlijk wel zo? Oh, ja. Glenn legt uit dat Vincent en Busy geen buitenspel konden staan. Dan heb ik inderdaad met Vincent eventjes gewoon over zijn nieuwe single gehad. En, in het veld, hè? Midden in de avond. Ja, dat wel in het veld, ja. En buitenspel stond hier ook nog. We stonden buitenspel, ja, maar dat is niet, was niet relevant. Maar ze deden niet mee aan het spel, dus dat maakt het niet uit. Niet relevant in connectie met waar wij het over hadden, weet je wel. Je hebt de lengte van het Courtois, maar niet de reddingen van Courtois. Het wordt wel beter, hè? Het wordt absoluut beter, ook daarvoor in. Alleen Glenn heeft last van molshopen. Dit lag niet aan hem. Deze man kan nog steeds fantastisch voetballen, echt ongelooflijk. Mijn dagje! Weggesloeg en nu heb ik ook een goede! Komt ervan, hè? Ja, blijf opletten. En daar komen ze weer. En wat doet Michiel? Die neemt hier een risico. Verlaat ze eerst de paal. Onderschept goed. Aan de overkant begint ineens iemand een showtje achter het doel. Ja, mijn DJ, Abster. Vincent. Goeie bal. Verkeerd ingeschat, die hoogte. Daar komt Glenn aan stormen. Oh, dat is een beetje hard terug. Glenn en die gaat daar even wat rekoefeningen doen. Sebas. Beetje nonchalant. Vianen is fel, heel fel. En heeft wel een heel sterk team zo. Kijk maar hoe makkelijk ze tot kansen komen. Daar weer eentje en daar is Michiel. Die weer even een ommetje gaat maken.
En dan opstomen en scoren, dat zou wat zijn, zeg. Nou, daar gaat hij richting de middenlijn. Een actie. En nog eentje. En boom omgezaagd. Schandalige overtreding dit. Ja, ze zijn gemeen en goed. Want nu wordt Kriekel daar voorbij gelopen. En is dit een hele technische redding van Michiel met zijn voet. Iedereen heeft het erover. Zo zie je keeper zelden een schot stoppen. Busy in de achtervolging. En die doet dan dit. Even tanden terug laten zien. Ja, ongekend. Een soort van Inzaghi vandaag. Inzaghi ontsnapt daar aan een gele kaart. Ricky gaat vervolgens centraal spelen. En dat is vooral een watersporter. Kriekel zit ook niet op voetbal, maar ze strijden wel hoor. En Roy gaat dan nog aanvallender spelen met 6 man voorin. Ook toch? Extra veel plezier voor het publiek. En minder verdedigers, dus meer ruimte daarachter. En dus diepe ballen van Vianen. En daar is het buitenspel. Afgekeurd. Ah! Ze leven nog. En Vianen speelt hier terug. Ja, dat is dom. Dat is een vrije trap op een perfecte plek. Ga maar nu staan alsof ze weten dat hij gaat schieten. Ja? Luister. Laag en hard. Een gratis cursus van Glenn. Als hij fluit, ga je gelijk. Daar alleen maar aan. Ja, kort. Boef. Laag en hard. Wow. Nou, hard was die tegen de billen van Konterman en Bissy daarna misgemaaid, maar ze worden sterker. Sebas. En Seram houdt van hakken. Alessio meer de stylist, maar daar komen de kansen hoor. Van papa Seram en zanger Alessio. Deze. Befane Holwijn presenteerde de Edison Pop Awards. Ook hij wordt gevaarlijker dan een doldwaze minuut. Vianen valt. Vincent pikt op. Dit is Glenn. Daar Alessio. Daar het schot dat gestopt wordt. Glenn nog een keertje. En Busy. En weer die keeper. Dan Sebas. De aanval loopt door. Weten ze te scoren? Met dit schot van Seran ook niet. Is het dan gedaan? Even lekker rustig uitverdedigen. Dat komt er ook niet van, want Vincent zet daar druk. En dit wordt een schot van Busy. Ja, het is 4 keer schieten voor een euro. En vooral die tweede redding van die keeper, Martin, was wel aardig hoor. Deze. De grote vraag wordt gezongen door het publiek. Zit dit er nog aan te komen, ja of nee? En dan doet Vianen vervelend. Ze noemen naar Busy toe als een internationale hit. Ze begonnen te tellen. En daarom gaat hij eruit. Creators zonder hem verder. Bij VV Vianen lijkt de batterij een beetje op, zo. Oh, lekker dit. Sebas. Met een goed steekpaardje. Ze komen steeds dichterbij. Uitstekend schot van De Vano. Net over de lat. Alessio, Vincent en ook hij wordt gegooid en hij wil dan verhaal gaan halen. En de beste manier om dat te doen is scoren, bijna. Maar Vincent is getergd en Joy Liana... Tijdens de wedstrijd mensen, gewoon even pastories ophalen. Niek, lekker. Seran, strijdbaar. De beuk erin, dat is nu het motto. Want er staat veel prestige op het spel en veel camera's op de heren gericht. Dus worden dit soort dingen geprobeerd. Sebas kilt een potentiële viral. Dan is er weer Ricky die zich in de wedstrijd heeft geknokt. Geen strafschop natuurlijk. Hij krijgt hem terecht mee. Fano, Vincent. Het aantal kansen is inmiddels in evenwicht. Nu de score nog. En die Vincent, die is echt overal. En let op, wat een aanname van Glenn. Perfect getimed, begeleid met wat vuurwerk bovendien. Vincent kapt ermee. En gaat door. Kriekel, lekker vuil, voorzet en Michiel. Die een kans voorkomt en een tegenstander sloopt ineen. Die aanval loopt wel door. Even oppassen nog. En Michiel. Ook hij houdt niet in hoor. Defana. Op Glenn, gefloten, buitenspel. Voor de zekerheid maar scoren. 2-1. Nee, vreemd. Eerst affluiten en dan pas de VAR checken. En wie maakt de TikToks van Vianen? Dat is deze dude. Ricky. En Busy is de 12e man van de creators. Ja, mooi. En dan weer die ongeremde vechtlust van Sam Kriekel. Heerlijk. Alessio maakt fans blij. Er komt een hoekschop. Hoge ballen zijn voor Michiel. Deze ook. En daar gaat hij weer. Ja. Komt hij nu over de middenlijn? Hij komt een eind, daar komt de middenlijn en hij gaat de middenlijn over.
Alessio. Oh, weer gevlacht voor buitenspel. Weer dubieus. En Michiel moet nu nog sneller terug. Wat was dat voor actie, hè? Een typische Michiel-actie. En dit een typische Vincent-sliding. Heerlijk, wat een strijders. Vlak voor rust. Nu geen tegengoal. Nu geen overtreding. Nu geen strafschop, gelukkig. De counter. Vincent. En Sui. 2-1. Back in business. Dit is hem, hè? Lekker, vriend. Lekker. Hey, zit er weer in. Vincent maakt zijn 18e voor de creators. Heerlijk. 1-2. Het kan nog. Het kan absoluut nog, want nog 50 minuten. En mooi om te zien hoe Michiel al juichte ver voor Vincent te maakte. Kijk maar, zo zeker is hij van de kwaliteiten van zijn aanvaller die hier pas scoort. Ricky, met die witte keepershandschoenen. Logisch als verdediger. En Vianen. Sebas gooide zich ervoor. Wat een intensiteit. En acrobatiek, valtechniek, opstaan en vooral die draaien 9.4 voor deze uitvoering. 2 minuten nog tot de rust. Wat een spanning. Volgende kans. Ja! Richting clubhuis. Dit was een hele grote kans hoor. Kijk maar. Dan zien we een ingooi op een vreemde plek. Is het de laatste minuut van de eerste helft? Met een fantastische kriekel. Tijd voor de thee of voor creators? Oh! Margarita. Uitverkocht was het. Met 350 fans. En kennen jullie deze gast misschien nog? Ja, dit is Marlon. Waar kennen jullie hem van? Laat weten in de reacties. Het heeft te maken wereldberoemd is met dit stukje hoofd. En met dit ding. Net als vorige keer blijkt ze een beetje onhandig daar in Vianen. Een beetje boel onhandig, want eenmaal bevrijd gebeurt ook dit nog eens. Het is altijd druk bij creatorswedstrijden. En ze nemen altijd tijd voor selfies. En Glenn, die leest een beetje in de rust van de wedstrijd. Ja, waarom niet? Ja, volgende maand is mijn boek klaar. Gaat het over Arsenal of het Nederlands elftal? Het grootste hoofdstuk gaat over Creators FC. En terecht, tweede helft. Debutant Jor, het broertje van Stefano, raakt zijn man zo kwijt. Busy's DJ kan echt voetballen en is ook een groot liefhebber van voetbal. Vianen nu met de TikTokkers en let op Michiel. Lekker op tijd gereageerd op dat geweldige schot. Deze TikTokkers gaan voor de fame. Maar als je daarmee al een creator voorbij komt, is er altijd een tweede om dat weg te poetsen. Lekker, Appie. Stefano, zaalvoetbal aanname, balletje onder de voet en balletje naast het doel. En de scheids kijkt nu al hoe lang nog. Revoir jaagt en kraakt deze noot, dit schot. Lekker. Glenn. Hoekschop en Sebas bijna. Dan zien we vervolgens dat Jor heel goed op handen en voeten kan lopen. Dat laat hij zo even zien. Glenn maakt zijn 30 jaar jongere tegenstander gek. En hoekschop die hij dan zelf gaat nemen. De 2-2 hangt in de Viaanse lucht. En Sebas ook. Maar met vierkant hoofd gekopt in plaats van naar de hoek. En dan een circusact van Busy. Van Stefano. En van Appie. Ook passend begeleid. En oppassen nu, laat hem niet schieten. Ofwel, tuurlijk, kroop nog bijna de hoek in. Michiel is even geschrokken, blijkt zo. En dan Niek, dat is een beetje kort terug. En nee toch, jawel. 3-1. Remco Heerkes, ex-Eredivisie. Misverstand in de verdediging. Kan gebeuren. Is wel pijnlijk. Ja, vooral omdat de 2-2 dichtbij leek. Vincent dan. Aftrap. Vanaf de aftrap. Nou, bijna. Maar ze hebben nog een half uur om bijvoorbeeld dit te doen. Met de handtekening van Sram eronder. Die dan de bal en een voet raakt. En nog een keer de bal. Het gaat er stevig aan toe. Sebas. Daar gaat Appie, hier zit muziek in en oh ja, hij gaat erin. 3-2, hij scoort bij zijn debuut. Prachtig. Goed jongen. Maar weg. Hij heeft gescoord, het kwam door een hond in het gras. Was het een aanname? Was het een paas? Een schot? Een mol daar? Keeper die mis zit? Het verschil is in ieder geval terug naar 1. Dat is lekker. Daar nog een keer de mispeer van die keeper meneer.
Zo gaat hij erin. Vroeger, weet je, in de dagen dat ik nog vrijgezel was, zei ik altijd van, dan zei Mattie van me, ze is koud lelijk. Zei ik, hé bro, een goal is een goal. Dan een wat mindere fase van twee kanten. En Sebas, die kan het gat net nog repareren. Vervolgens is Circus Seram geopend. Komt dat zien, komt dat zien. Oh, oh, met nog een kans eraan vast. Voor Reboir. Busy, bijna. Aan de andere kant een poging tot eeuwige roem. Dat was hem. Die viral blooper wordt. En dan is Roy wonderbaarlijk genezen en gaat wegens succes weer linksback spelen. Fiame. Met een schot als een zwabberschot. Michiel bleef goed naar de baan van die bal kijken. Was moeilijker dan het eruit zag. Let maar op, kan je zien in de herhaling achter het doel. Vroeger had je van die houten poppen met een draad eronder. En wanneer je daaraan trok, dan gingen de benen en de armen heen en weer. Ja, zo ja. Niet te filmen dit. Een kwartier nog. En dan staat er op rechts Glenn. En oh, wat is het spannend. Hoge druk weer van de creators. Die keeper wordt daar nerveus van. En dit moet hem dan gaan worden met Seram, Busy, Glenn en Seram. Ja, naast is ook een optie. Niet de beste optie, maar wel een optie. Wat een kansen voor de creators. De Fano wordt kort gedekt, wordt fel gedekt. En nu door twee man mag dit. Nou, het mag van de scheids. En dus een counter. En wat komt... Hier de 4-2. Maar was dat geen overtreding? En was dat geen buitenspel? En dan nu echt wel. Niet leuk. Ja, was buitenspel, hè. VAR, waar is de VAR? VAR, hey! 2 meter, schiet! Er komt overleg. En omdat er aan de andere kant van het veld gevlacht is... Ik ga nu lekker spelen op mijn fluit. Wordt hij afgekeurd. Terug op 3-2. En Roy laat zo zijn tegenstanders omvallen. De Mattie van Vianen is dat. Kansen aan twee kanten. Deze ook. Met Michiel en zijn voet. En de verdedigers van Creators FC lopen elkaar nu omver. Het gaat wel. Vincent neemt afscheid van één man. Van twee. Eén tweetje. Nee. Ja toch. Met Busy. Vincent. Goed geprobeerd hoor. Dan Roy. Met weer een stropdasbal op hun keeper. Net een pinguïn trouwens die Roy wanneer die schiet, vind je niet? Daar vooral. Het is wel een beetje een eenzaam leven van een doelman. Oh, met hier een flesje. Had ik zelfs nog niet door. Oh. We zitten dan al ineens ruim in de extra tijd als Vianen er vandoor gaat. En dit is buitenspel. En het wordt laat. Zo, we gaan maar door. Het is kindtijd! Sebas. En Jor prankt zijn tegenstander gruwelijk. Dan, let op rechts, geen vliegende keep, maar een vliegende bek. Bijzondere actie. Niek op Sebas. Kapstok Appie daar in de spits. Terug naar Niek, dit is een goede aanval en bijna een eigen doelpunt. Bij Vianen is het beste er een beetje af. Daar moeten de creators van gaan profiteren. Kijk maar, dit is ook niet geweldig. Glenn. Glenn. En... De Fano, geplaatst schot en daar is de 3-3. Een eigen doelpunt. Ja, wat moet je zeggen? Ja, en wie moet er iets zeggen? Want zo ging die erin. Lekker dit. Van 1-3 naar 3-3 krijgen ze Vianen toch op de knieën. Maar zijn ze wel helemaal kapot. Roy gaat er zelfs bij liggen. Dit is zijn beste plek in het veld. Zijn positie. Sebas heeft een leuk plan, wordt afgekeurd. Nou, daar komt hij met gapend gat in de muur. Een valpartij daar en... Michiel, die hoeft geen eens te springen om de lat te halen. 5 minuten in de extra tijd zitten we. Aangeraakt. Het ligt dan helemaal open. Niek, kans, Vianen, buitenspel, over en uit. Nee, we gaan naar de 10e minuut van de extra speeltijd. Met De Fano en zijn trick. Hij is avontuurlijk. Durft daar ook dit te doen. Geen overtreding. Balverlies.
de counter. En daar gaat Robin Peek. Die heet echt zo. Niet alleen met kerstmis. En die piekt op het juiste moment voor Vianen. Het is 4-3 in de extra tijd. Kan het dan nog voor de creators? En was het geen overtreding? Nee. Het doelpunt wordt na overleg geteld. En de scheids telt er ook nog 5 minuten bij. Waarin Vincent deze in huis heeft. Arsenio is last minute ingevlogen. Stuurt Glenn weg. Wat maakt hij? Een meters en een minuten. Daar komt de voorzet. Daar komt Seran. En die keeper heeft hem. En Sebas doet nog een versie van Haasje over met die keeper Thijs. Zo. De vraag is, hoe lang nog? Er komt een record aantal minuten. Beetje à la WK. Arsenio, die is haast niet te stoppen toch? Arsenio, daar komt hij en weer niet. In de 105e minuut. Hij heeft het niet lekker thuis waarschijnlijk. Laat maar doorgaan. Dan is Michiel mee naar voren en daarom probeert Vianen dit richting leeg goal. Bijna werelddoelpunt. Michiel nu weer terug in zijn doel. Volgende laffe counter. Michiel en een strafschop. Nee, want dat was heel slim net te buiten, die overtreding. Kijk maar. Wel een vrije trap voor Vianen. Wel geel. En een blessure. En een uniek strijdplan van Vianen. Die parkeren de bus, gaan met z'n allen terug naar eigen doel. En hun keeper laten ze die vrije trap nemen. Goed plan, nooit meer doen. Want dan is het heel ver rennen in de 107e minuut. Seran veroorzaakt dan de grappigste valpartij van de avond. En Nick wil daar nog een panna uitdelen. Dat is heel gewaagd en bijna geslaagd, maar wel weer balverlies. En komt daar dan de beslissing? Nee, weer die uitschuifbenen van Michiel. En als dan ook Arsenio een bal door de benen krijgt, lijkt het gedaan met de creators. 110e minuut. En Sebas staat voor, gaat dus tijd rekken. Logisch, maar niet voor iedereen. De scheidsrechter snapte er niks meer van. Nee. Die ging zelfs aan mij vragen wat nou de bedoeling was. En in die verwarring gebeurt dit. Arsenio vindt dat de achterbal is aangeraakt en genomen en scoort zomaar. Maar ook deze wordt afgekeurd. En dan klinkt het klassieke fluitsignaal ineens. Ja, misschien wel de beste tune die ooit is gemaakt in het westelijk halfrond. Daar komen ze met Steppenal. Vianen wint met 4-3 over twee duels op 14-5. Er komt nog een beslissingsduel na deze 150 minuten voetbal. En het waren 150 hele mooie minuten in mijn leven dit. Jij bent namelijk player of the match geworden. Je krijgt een beker. Echt? Ja. Gestreden, gehuild, gelachen, maar het was niet genoeg. Applaus! Sean. Dankjewel. Dat is wel zwaar. Hey, blijf subscriben en liken. Mijn pak ligt in de auto. Ik heb me letterlijk omgekleed in de auto. Ik hou van jullie allemaal. Kijk, dit is de nieuwe. Vroeger deed je zo. Nu doe je zo. Ja, ik vind het leuk altijd. Ja. Ik kan me altijd vragen. Dames en heren, applaus voor Man of the Match. Eerste keer en I love this game. Even een box dan. Hoor. Ja, een box. Allemaal, weer een erbij. Weet niet. Twee weken lang, allebei de kanten op TikTok. Leuke strijd. En uiteindelijk hebben we het hier uitgevochten op het veld. Ja, ja, geweldig. Denken we, die mensen thuis, wat staan die nou te doen? Waarom doen we dit? Gewoon even een TikTokje mee maken. Okay. Tuurlijk, we kunnen toch? Hey, op, licht dan. Oh ja, hartstikke leuk. En hij is weer aan. Hartstikke leuk. Zo, hij kan echt goochelen. Box. Oh ja, sorry. Nee, sorry mensen, box. Dankjewel. Kom je hem tegen? Even een boxje. Ja, even een box. Altijd een box. Ik moet 100.000. 100.000? 100.000 box. Een rematchje? Nou, dat moeten we groter aanpakken, hè? Oké, dames en heren, we staan live in het interview, maar we moeten nog een story afsluiten. Je hebt de story takeover gedaan, hoe vond je het, Insta? Ik vond het heel erg leuk om te doen en ik hoop dat ik het nog een keer kan doen. Vergeet niet op te de-abonneren. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Houdoe. Volg de gast op TikTok, volg ons op TikTok en op naar de volgende wedstrijd.